aandacht gaat vandaag uit naar deze speler. Deze speler maakt veel belangrijke doelpunten. En in de Champions League is hij momenteel zelfs topscorer. Dat belooft wat voor vandaag. Wij zijn vandaag te gast bij onze Oosterburen. Waar de regen momenteel neerdaalt. Op de grasmat van het BVB-stadion Dortmund. De commentatoren zijn Jeroen Guter en Sierte Vos. En we zijn inmiddels aanbeland bij de returnwedstrijd in de kwartfinale van het toernooi. Het is Borussia Dortmund. En het blijft alarmfase 1 daarachterin. De coach van Borussia Dortmund heeft gekozen voor deze elf. Emre Can speelt op het middenveld. Met Marcel Sabitzer in het centrum. En als we even kijken naar de voorhoede, dan zien we daar twee aanvallers in opstelling. Het zal niet eenvoudig worden om samen wat te gaan forceren tegen die verdedigers. Real Sociedad begint aan het duel met deze elf spelers. Hier is Adeyemi richting het midden voorgegeven. En veilig weggewerkt. Een sterke verdedigende actie waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Goed gedaan. De tegenstander loopt hem over de lijn. En natuurlijk zijn we benieuwd naar wat deze Youssoufa Moukoko er vandaag van gaat maken. Leuk om deze speler aan het werk te zien. Ja, de tegenpartij weet natuurlijk hoe gevaarlijk deze speler momenteel is. In de vorige wedstrijd maakte hij een onvervalste hat-trick. De scheidsrechter hanteert de voordeelregel. Dat is correct. Goed hoor. Merino. Een foute ingreep door de speler van Borussia. Vrije trap tegen. Mikel Oyarzabal. Balbezit na die sterke tackle. Lekker opstomen met de bal. Ja, tegen. Zet nog geen streep door de dreiging. Sterk verdedigd, maar wel ten koste van een inworp. Door dat druk zetten pakt hij de bal. Merino. André Silva. Takakubo. Er is een medespeler in de buurt. En dan laat hij zijn hielen zien. De keeper met de reflex en hij tikt de bal weg. Karim Adeyemi. Hij schiet op doel. Doelman ertussen. Het spel gaat verder. Marcel Sabitzer. Oh, een heerlijk schot. En wat scheelt het helemaal. Dortmund krijgt de inworp. Mats Hummels. En Mats Hummels. Heel mooi blok van die speler. Mikel Oyarzabal. Merino. Wat gaat hij nu doen? Hij schiet! Via de paal stuit het de bal weer het veld in. Goeie geplaatste kopbal met de keeper. Ja, die zit er prima bij. En zo makkelijk was het niet, hè? Om deze te pakken. Prima gedaan. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Hij vangt de bal met beide handen.
Borussia Dortmund krijgt nu de vrije trap. Hij probeert het eens van grote afstand. Bal gered, spel loopt verder. Mats Hummels. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Er zit iemand tussen. Terug en nu tempo maken. Doelpunt, ja! De nul is van het bord. Knap gedaan. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Is geopend. Het is 1-0. Le Normand. En dan Zubeldia. En hier Mokoko. Doelkans! Knap weggewerkt hoor door de keeper. Emre Can. Hij zorgt ervoor dat dat schot smoort. Er ligt ruimte voor een counter. Daar is Mendes. Hele fraaie steekpas hier. Mikel Oyarzabal. En ze hebben de bal weer terug. Hier moet de kans uitkomen. Wat een geweldige bal. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed en het ongeloof met de keeper houdt het hoofd koel. En hij jaagt de bal meedogenloos in het net. Nu nog een man. Wie roept deze dribbel een halt toe? Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. Malen. Malen. Hij gaat schieten. Weer een goal, alsof het allemaal niks kost. Wat gaat het lekker vandaag. De voorsprong groeit nu naar 3. Nou, dit kan eigenlijk alleen maar als je exceptionele individuele kwaliteit hebt. Hij creëert het helemaal zelf. Een prachtige individuele actie waarbij de tegenstander niet eens in staat is om aan de noodrem te trekken. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. André Silva. Brijs Mendes. Mikel Oyarzabal nu. Gavi Galan. Blijft goed aan de bal. Nu op doel. Oh, wat een doelpoging. Goed schot. Tito redding. Zou Hugo Walker vroeger gezegd hebben. Hugo Walker was een fantastische voetbalcommentator. Snijdt naar binnen bij de achterlijn. Ja, hij zit goed terug. Dit kon wel eens gevaarlijk worden. Zubeldia. André Silva. Take Kubo. Hier is Take Kubo. Wat een knap doelpunt is dat.
de verdediger totaal het bos ingestuurd. Die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Die speler moet vervolgens wel hard werken om aan de bal te blijven, want hij wordt min of meer onder de voet gelopen. Maar op de een of andere manier blijft hij toch staan. Dat is heel knap gedaan. En weet hij ook nog de doelman te passeren. Magnifiek. Doniel Malen. Ruimte om iets te doen daar aan de zijkant, maar niet behangen. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Mokoko. Dribbel, daar komt hij aan hoor. Hier in het BVB-stadion Dortmund fluit de scheidsrechter voor de rust. Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Aan de zijkant krijgt hij ruimte met de bal. Deze kan erin. Mats Hummels zit ertussen. Van dichtbij. Goed gepakt. Nou, en weer een corner. Altijd sterk in balbezit, deze speler. Ze kunnen snel uitbreken nu. Ja, die moet erin. Schitterende redding van Ramiro. Met de bal naar binnen. Redding van het doelman. Kobel. Hij is zijn directe tegenstander voorbij. Dit moet hem zijn. Verstop. Aanval loopt nog steeds. Bal wordt aangeraakt. Hoekschop dus. Zoekt een opening bij de achterlijn. Sterke actie van de doelman. Nog een keer een hoekschop. Hij snijdt naar binnen met de bal. Als hij de bal maar niet snijdt, is die lekker. Dat schot kijkt de doelman gewoon naast. Raken Kubo. Hij blijft richting doel marcheren met die bal. Dortmund met de vrije trap. Hier is Adeyemi. Een hele sterke interceptie. Oh, lijkt wel dokterstaal.
En op een goed moment. Lekker opstomen met de bal. Die had hem tegen. Nee, die bal op het verkeerde moment gegeven gewoon. Ja, want nu is het buitenspel. Hij probeerde het te ontlopen, maar dat gaat op deze manier fout. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Hij zorgt dat de pas niet aankomt. Daken, Kubo. Hij laat zijn tegenstander achter zich. En deze wordt mooi gestopt. Anders was het weer raak geweest voor deze speler. Ja, die blijft het ook proberen, maar deze keer gaat het feest even niet door. De wisselspeler komt het veld in. Gaat met de bal richting het centrum. Hij zorgt ervoor dat schot scoort. Nieuw krijgen ze een hoekschop. Nee, er zit iemand tussen. Ruimte bij de keeper. Dus daar gaat de bal naartoe. Sabitzer. Doelpoging, schot. Goed geblokkeerd, maar het is nog niet voorbij. En daar grijpt de keeper tijdig in. Goed gedaan. Hij zat er bovenop. Dribbel, dribbel. Daar komt hij aan hoor. De bal voor het doel. Marcel Sabitzer. Zijn schot belandt ver naast het doel. We hebben nog 20 minuten te gaan. Ah, de verdedigende partij. Ah, de lat. Bal nog in het spel. Malen met de bal. De bal wordt voorgegeven. Hij werkt de bal weg. Daar had best voor gefloten kunnen worden. Maar het is voordeel. Merino. Ja, nu kan er een counter komen. Hij komt met een schot. Knap zegt die redding van Kobel. Bal buiten de lijnen, inworp. En nu is hij in de gelegenheid om de speler alsnog te bestraffen voor die actie van zojuist. Ja, er werd nog even doorgespeeld. Maar bij zo'n overtreding ontkom je niet aan je straf. Ze mogen de bal weer inleveren, want de nemer van de inworp, die stond nog buiten spel. Het is toch werkelijk ongelooflijk, zie het. Zoiets zie je niet vaak, hoor, op dit niveau. We gaan hier een wissel zien. Wat was het balbezit voor Borussia? Ja, dit is het soort overtreding waarvoor je geel kunt krijgen. Ze dit snel uitspelen. En hij komt eruit met de bal. Ja, die telt. Hiermee zet hij zijn tweede doelpunt van de dag achter zijn naam. Wat een killer. Ja, op de voetbal wel natuurlijk. Ik wil niet dat de politie op gaat. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde kouter. De omschakeling. De afgemeten. Ja, ik kan wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. Dan alleen op de keeper af. Niet aarzelt en de bal
heel hard en zuiver in het netje legt. Overtuigend gedaan. We trappen af met een score van 4 tegen 1. Ja, Zabal. Nog steeds aan de bal. Hij zoekt een opening hier. In het centrum gespeeld. En de tegenstander pakt de bal op. Daniel Malen. En daar is Sebastian Allaire. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Raak! En zo blijven ze uitlopen. Wat gebeurt hier toch allemaal? Ze staan inmiddels 4 treffers voor. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En alleen voor de keeper, ja, die beschikt over een mooie techniek. En kijk eens hoe hard hij de bal dan naar in schiet. De score is 5 tegen 1. En we trappen weer af. Hij is Mendes. Jij hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Oh, en ook die zit. Haha, jongens, ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat het eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. De keeper valt hier helemaal niets te verwijten. Hij stond alleen tegenover twee man. En als ze het dan goed uitspelen, doe je daar helemaal niks aan. Precies, het gaat dan om de timing en hoe je het uitvoert. Heel secuur, dat is perfect uitgespeeld. En met deze aftrap is de stand 6-1. Kijk, de scheidsrechter geeft voordeel. Goeie beslissing. Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Gewoon gevaarlijk. Dat zou wel eens geel kunnen zijn. Dat wordt bestraft door de scheidsrechter. Even kijken hoor, ja, die krijgt geel. Hij weet hem te onderscheppen. Niklas Füllkrug. En met de bal aan de voet de uitbraak. En hij scoort niet eenmaal, maar dit is 2. Ze hebben hun handen vol aan hem. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Hij heeft de ruimte voor Oyarzabal. Borussia Dortmund. Dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Golazo! Oh, heerlijk! Een gortdroge volley. En de keeper, ja, kansloos. Pakt zijn doelpunt. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En dan wordt deze aanval besloten met een schot dat hard is. De keeper kan de bal eigenlijk alleen maar nemen. Mooi om te zien. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Merino. Taken, Kubo. Er is een ruimte voor Kubo.
Rijs Mendes. Ja, op het doel. Redding, bal geklemd. Karim Adeyemi. En dan een mooie panna door de benen heen. Deze mag erin. Die voorzet bereikt zijn doel niet door die verdediger. Het kan nog. Nee, dat gaat niet door. De verdediger had andere plannen met die voorzet. De scheidsrechter fluit en het is afgelopen. Borussia Dortmund kwalificeert zich voor de volgende ronde. Ja, als je kijkt naar hoe ze de volgende ronde hebben bereikt, dan kunnen we simpel zijn. Het was bepaald geen moeilijke klus voor ze. Ze waren overduidelijk de betere van de twee. Coco speelde zo'n superster vandaag. Wat had de tegenstander het moeilijk met hem? Nou, als iemand een belangrijk aandeel heeft gehad in de overwinning, dan is het waarschijnlijk wel deze speler geweest. Wat een geweldige wedstrijd was het van deze, ja, ik mag wel zeggen, uitstekende voetballer.